Ze komt. Wat? Ze... Nee, door hoofd. Door hoofd, serieus? Ik ben op een plek waar ik liever niet wil zijn. Ik weet niet of je het nog herkent van de vorige keer. Dit is een plek waar ik liever niet ben. Ik ben in de stad. We zijn ontsnapt uit het bos. We hebben nog steeds onze makker bij ons. Onze vriend. En dit ziet er wel heel goed uit, moet ik even zeggen. Maar ik weet niet wat we hier kunnen verwachten. En dat is nogal het probleem. Ik ben bang, oké? Bij de vorige Little Nightmares hadden we een beetje het idee. We zaten op die boot. Ik had het net door. En toen was het eigenlijk afgelopen. En hier, ik denk... nu zijn we in een soort bar of zo. Ik snap er niks van. De monsters, de enemies zijn enger. Het gebied is enger. En ik moet hier doorheen. Oh ja, ik wou zeggen, pas ik nou niet? En we hebben tv's overal. Dat vraag ik me nog steeds af. TV's. Zoveel tv's. Kijk dan. De tv's moeten wel iets betekenen. En oh, kan jij mij even helpen? Kunnen we hier omhoog? Ja, dat dacht ik al. Maar hoe ga jij hier nou komen? Oh, gewoon niet. Oké. Okay. Oh, dit ziet eruit als... kan ik daar aan springen? Eigenlijk ook... Hij roept mij. Yo, ja, ik hoor jou, maar ik kan niet heel veel voor je betekenen. Ik moet iets doen. Kan ik misschien... Moet ik hier aan springen? Maar ik kan dit doen, maar wat zou dit voor zin hebben? Oh, ik kan deze eraf duwen. Ja, duw het. Kom op. Je kan het, poppetje. Go! Ja! Oh, tuintjes. Nu ben ik hier boven. Nu ben ik nog verder weg van onze makker. Oeps. Nu ga ik je niet echt meer kunnen helpen. Ja, ik hoor hem nog wel roepen. Oh, wacht. Ik kan misschien deze tv er hier aftrappen. En dan komt... Ja, dan komt hij omhoog. Aha, oké. We kunnen hem dus wel helpen. Yo, kom je... Oké. Nee, dat ging helemaal goed. Het zag er bijna uit alsof hij dood ging, maar dat maakt niet uit. Hij is nu eentje boven ons en dat kan ons misschien wel weer helpen. Ja, want die jump is niet te doen alleen, maar als het goed is, gaat hij mij opvangen. Ja, 1, 2, go! Zo! Ik maakte wel een verre sprong hoor, jeumig. Gelukkig is ons... Ik moet hem een naam geven. Ik noem hem even Tim. Vraag me niet waarom, ik heb een kat, dat is ook een klein jochie. Die heet ook Tim, dus vandaar Tim. Tim, die helpt ons wel goed en hij is sterk. Dat hij mij gewoon... Het is best wel, ja, met een val maak ik. Wat is... Oh, hier kwam die voor mij trouwens vandaan, dus daar hoef ik niet naartoe. Dan gaan we eventjes hier maar overheen springen. Hopen dat ik dat kan halen. Jazeker. Ik ben namelijk niet de allerbeste in Little Nightmares. Vraag me ook niet waarom en hoe je slecht kan zijn in daadwerkelijk Little Nightmares. Wie is hier? Dan kan ik niet die kant op kijken. Dit vind ik niet nice. Pas ik daar doorheen? Ik pas echt net... Dat is niet al te best. Dit is er dus aan de hand met de televisies. Ja, ik kan niet eens lopen. Ik ga dood waarschijnlijk, of niet? Oh, kijk, mijn poppetje. Die heeft echt hoofdpijn nu. Kan ik dit ding uitzetten of zo? Oh, kijk. Huh, wat ben ik nou om aan het doen? Tune the transmission. Hoezo moet ik dit tunen dan? Ik heb het. Ben ik nu in de tv? Is dat serieus? Kunnen wij... Hé, dit was de intro. Zo begon de game. Toen zag je deze gang. Zit ik letterlijk in de tv nu? Hold up. Ja, kijk, ik beweeg ook echt alsof ik... Huh. Lijkt net alsof ik op de maan ben, maar ik zit wel in de tv. Oké, heel goed. Waarom kan mijn poppetje dat? Waarom kan ik tv's besturen? Au! Daar zijn we weer. Oké, dat was spannend. Wat heeft het ons opgeleverd? Hoofdpijn. Veel verder niet eigenlijk. Die tv's moeten we dus in de gaten gaan houden. Die zijn niet helemaal in orde. Deze is heel. Die andere zijn gelukkig allemaal gebroken. Als er dus een tv is die heel is, moeten we niet naartoe. Wat is hier? Er hangen hier ook weer schoenen daarboven. Ze hebben ook echt iets met schoenen deze game. We gaan wel de hele stad door, dus dat is wel leuk. Misschien dat we nu iets meer van de wereld te zien krijgen van de mens... Oh, wat is dit? Oh, dit lijkt op een school. No way, is dit een school? Oh, daar ben ik eigenlijk niet zo heel blij mee. Ja, wij moeten hier zeker omhoog. Nou, maar waarom gaan we een school in? Ik ben net zo blij dat ik van school af ben. Ah, dit is zelfmarteling. Echt elke plek, al was het een supermarkt, was beter geweest. Was het een bibliotheek, beter geweest dan een school. Oh, yo, daar hangt een schilderij van iemand. Yo, ben jij docent hier? Dat zou wel ziek zijn. Dan ben je echt doodeng namelijk. Waar is Tim? Waarom staat dit in de fik? Waarom... Huh, er zijn hier dus gewoon nog mensen. Licht brandt hier ook. Nou ja, mensen. Ik weet niet of je het echt mensen kan noemen. Maar je snapt wat ik bedoel. Oh ja. Oh nee. Hé, dit is een schilderij uit die DLC. Dat weet ik nog. Die hingen daar aan de muur. We gaan dit gewoon even... Oh, dan komt er licht uit haar ogen. Oeh, dat is niet fijn. Ik denk dat er met haar iets is dus. Kan ik dit ook weer aanzetten? Want eigenlijk vond ik het wel fijner met licht. Dankjewel. Hier is de deur open. Is dit een slaapplek van de kinderen? Ze slapen op school? Dat is echt zielig. Want we kunnen hier helemaal niks doen. Wat? Dan kunnen we hier niks doen. Had ik het licht wel uit moeten hebben, maar ik vind het niet zo fijn met het licht uit. Snap je toch wel? Ja, we moeten voor mij wel iets met dit schilderij doen. Het is niet dat er voor niks dat licht eruit komt. Maar misschien dat we er iets tegenaan kunnen gooien. Alleen heb ik letterlijk niks hier om te gooien. Oh, dit boek werkt. Wat gaat hij doen? Hij rent er gewoon vandoor. Wat een knul, ouwe. Hier.
Bam. Waar ben jij naartoe? Hey, nu kom je weer terug. Oh, je pakt ook een voorwerp. Ja, heel schattig, Tim, maar je bent wel een beetje te laat. Hier, we gaan door. Waarom zit er ook een gat in de muur in de school? Is dit een martelkamer voor stoute leerlingen of zo? Dat ze dan hier moeten zitten en dat ze dan, yo, pak slaag. Of nou ja, pak slaag. Dan ligt daar een zaag. Ik denk dat ze, ja, afgehakt, weet ik veel wat of zo. Yo, springen, Tim. Go, spring. Ja, daar gaan we. Oeh, nu zijn we in de backrooms. In de backrooms van de school. Oeh, dat mag niet, hè? Oh, dit is minder leuk. Ik wil hier niet naar beneden. Want als we naar beneden gaan, gaan we alleen maar dieper die school in. Dat was niet van plan. Kom op, trekken, Tim. Zo, hoppakee. Oh, in de fans? Serieus? Nog erger? Ik heb ook helemaal geen zaklamp of zo. Wanneer krijg ik die? Dat zou ik op zich wel... Oh nee, oh nee. Er is hier iemand. Vrij iets. Ik denk niet dat ik het iemand kan noemen. Daar. Oh, 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 stop. Goed, wij gaan hier heel gauw weg, want dit is niet nice, Tim. Dit is niet nice. Ze zit daar. Ik denk dat het zo'n docent is. We gaan weg. Rennen zo hard als je kan. Oké, toch niet zo hard als je kan. Goed, nu ben ik niet dood door die emmer tenminste. Oh, daar loopt iemand. Hey, daar moeten we even naartoe. Is dat een leerling? Ben je nog op school? Je mag niet op de late uurtjes, mag je niet nog op school zijn. Dat is verboden. Kijk, we hebben een propje. Die gaan we naar die docent gooien. Dan wordt hij sowieso boos. Yo, waar is die docent? Ik heb een propje. Ik ben armed. Oh, hey! Ja, maar... Waarom? Goed, beter opletten, mensen. Niet alleen maar vooruit rennen en denken dat het allemaal wel goed komt. Waarom hangt dat ook in een school? Hé, hey, daar loopt zoiets. Daar zit iemand. Zullen we even kijken? Oh, hij gaat weg. Ja. Oh, what the frick. Ze willen me echt dood hebben hier. Oké, dat is niet altijd best. Dan gaan we gewoon door. Niet te nieuwsgierig zijn. Ik haat het spel, oprecht. Goed, ik ben nu niet dood gegaan. Dat is positief. Zit hier boven nog meer wat op mijn hoofd kan vallen of niet? Hé! Hey! Ja, en toen? Wat moet ik doen? Ja, die guy die doet ook niet heel veel, Tim. Moet ik dan toch hier naartoe? Hier kan ik overheen. Ja, hier kunnen we door. Oh, oké. Wacht, goed even kijken. Wat is er hier? Ja, die kant swingen. Oké. Nou, ben ik er niet dood gegaan gelijk. Holy tandjes. Is hier nog meer wat op mijn hoofd kan? Nee, volgens mij niet. Ik ga deze meenemen. Die ga ik op dat jochie zijn hoofd gooien. Wat zit hier? Daar verderop zit iets volgens mij. Hier. Lekker voor je. Ik sloop je hele school. Zit hier iets wat kan swingen? Volgens mij niet. Zit hier wel ergens iets in de lockers? Hier. Wat een scheid, kinderen, ouwe. Serieus, dit zijn vijanden? Ze pakken Tim ook? Ja, Tim. Ik kan echt niet heel veel doen hieronder. Nu opeens kan ik er onderuit. Nu ben ik alleen. Ja, hier heb ik toch helemaal geen zin in. Hier, ik pak een hamer. Komt-ie. 1, 2. Hoppatee. Lekker voor je. Nog een keer. 1, 2. Oh, je bent al helemaal dood? Goed zo. Beter voor je tanden. En nu ben ik boos, hè. Ze hebben Tim. Aan Tim moet je niet komen. Die ook. Je gaat eraan. Jullie zijn allemaal dezelfde vervelende... Oké, gelukkig. Daar ging ik niet dood van. Had hij een kikker? Zat hij nou een kikker op te vreten? Kijk, is hier weer iets wat gaat vallen? Nee, daar lijkt het niet op. Daar moet een sleutel in. Oké. Maar ik heb geen sleutel. Die moeten we eerst gaan vinden, denk ik. Hier is iets. Is die docent hier? Ze is gewoon les aan het geven. Nee joh, hoe kan dat dan? Oh, ze kijkt. Oeh, dat is niet best. Even omdraaien, mevrouw. Dankjewel. Goed zo. Nu kan ik weer verder. Al die leerlingen moeten ook even niks doorhebben. Gaat ze nou weer omdraaien? Ja. Oké, ze ziet mij niet zo, toch? Dit valt niet op, toch? Waarom is ze zo eng? Oké, ze draait weer om. We kunnen door. Ga ik het redden? Ja, dit red ik. Oeh, maar echt net hoor. Zo. Oh, daar is de sleutel. Maar dat betekent dat ik ook weer terug moet. Dat is nou net even iets minder. Oh nee, dit ding gaat omvallen. Woe! Dat hoort iedereen. Iedereen hoort dat. Ik zie niks. Ik zie niet wat ik doe. What the frick? Wat maak ik mee, mensen? Dit spel is zo cursed. Moet ik wel daar naartoe? Moet ik verstoppen in die doos of zo? Ik kan hier ook in verstoppen. Ik denk dat ik dat moet doen. Ik wilde dit openmaken, dat ik daar wegkom. Maar dat kan helemaal niet. Ja, kijk, zie je, ik probeerde dat net open te maken. Dat is helemaal geen optie. Nou, ik koos de verkeerde route. Oké, snel hier zo. Dan pakken we die sleutel. En dan gaan we hierin zitten. Kijken of dat helpt. Dat moet helpen, right? Zo kan ze me toch niet zien. Ik zie mezelf amper. Yo, ga weg met die nek, man. No way, nasty, ouwe. Wat doet ze? Kijk wat ze doet. Nee, doe niet de deur dicht. Nee. Oh, en dan valt die open, serieus. Dus ik moet daar wel nu doorheen. Man. Dit spel is echt zo cursed. Ik wil dit. Dit is echt niet fijn. Kijk, hoe zit ze daar? Ben je alweer les aan het geven? Wow, jij staat daar. Oh my, het is heel streng. Hele strenge docent. Oké, goed. Ga jij maar weer even. Ga gewoon weer
lesgeven. Oh, ik kom uit een kast? Nee, dat is echt heel slecht, want dit maakt natuurlijk superveel herrie. Oh, ze staat daar. Oké, waar gaat ze nu naartoe? Want dat bepaalt best wel welke kant ik op moet. Ze loopt zo. Oké, dan moeten wij door deze kant, denk ik. Oh my bro, doe normaal. Waarom draait haar hoofd? Nee, ze komt deze... Oké, nee, ze gaat door. Oh nee, ze staat bij die guy. Mensen, ik zet een sprintje in. Haar hoofd kan niet zo ver. Maar de muziek is spannend. Oh nee, we moeten het snel doen. Sleutel erin. Go. Ze weten dat we hier zijn. Oh, nu zijn we nergens meer veilig in het schoolgebouw. Want die poepleerlingen... Yo, ze klonk even als apen. Wat de heck? Die poepleerlingen, die weten al dat we dus hier binnen zijn. En nu weet die vrouw, de docent, de teacher, die weet het ook. Yo, wat is dit voor een gekke plek? Oh, what the frick? Hey, je hoedje is weg, man. Lekker voor je. Oh, ik denk dat we, als hij zo valt, dat we dan die pijp daar moeten pakken. Go. Nu rennen dus. Kunnen we hem niet slaan met dit ding? Ja, dat kunnen we. Hij is kapot. Oké, meenemen. Oh, en dan kunnen we er nu hier doorheen. Daar hadden we die pijp voor nodig. Ja, dit is insane. Die nieuwe gameplay met dat je zo'n item kan vasthouden en dat je moet slaan is wel leuk. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Dat vind ik echt wel leuk. Waarom hebben ze hier allemaal van die hoedjes? Oh. Waarom gaan nu al de fans in? Wat hoor ik hier voor geluid? Oh nee. Oh nee, is dat een teacher daar beneden? Oh, ik moet hier in die doos. Woe, dat was net op tijd, ouwe. Waarom kan ze haar hoofd zo hoog doen? Oh nee, dat is echt heel nasty. Oh, dit is niet goed. Ah, je ziet ook die hele schaduw van dat ze haar nek weer... Waarom gaat die weer omhoog? Huh? What the frick? Waarom kwam ze nou opeens weer kijken? Dat was niet de bedoeling, mevrouw. Hier, nu is ze weer gewoon normaal. Oké, nu kunnen we lopen. Maar er staat daar nog zo'n pot. Oh, maar daar is weer ook een ding waar we kunnen verstoppen. Oké, dus deze kunnen we op haar hoofd gooien. Dat vind ik leuk. Hier, go. Pak aan, mevrouw. Lekker voor je. En verstoppen. Kijk, komt ze weer met haar hoofd. Even koekeloeren, hoor. Wat zou er zijn? En doei. Trek hem maar weer terug. Oké, laten we maar omhoog gaan. Ik denk dat dat verstandig is. Dat hoort ze dan gelukkig weer niet. Dat is niet heel erg dat ze dat niet hoort. Ik bedoel, ik moet zeggen, ik vind die vrouw redelijk eng. Waarom bestaan hier überhaupt dozen? Wie zou hier iets neer gaan zetten? Ik hoop dat ze dit niet gaat horen. Oh, tuurlijk hoort ze dat. Tuurlijk hoort ze dat wel. Nee! Ik zag haar hoofd. Goed, we zijn er kwijt. Beter maar. Want echt, die vrouw is zo ongelooflijk eng. Hey, hier hebben we de bibliotheek van de... En natuurlijk komt zij daar naar binnen. Maar natuurlijk. Wat moet ik hier eigenlijk doen? Kan ik hier door? Nee, voor mij niet. Ik moet hier niet naartoe. Oh, ik moet dit ding rollen en dan kan ik daar overheen. Maar dan gaat ze horen, toch? Ja, dat hoort ze niet. Ja, hoezo hoor je dat dan weer niet? Wat is dit voor onzin? Oké, niks aan de hand, mevrouw de... Dat boek valt. Ik weet nog niet waar ik kan verstoppen. Dat is niet nice. Ah, ze komt er doorheen. Oh, nee, dat scheelde niet veel. Oké, hoi. Waarom is die vrouw zo ontzettend eng? Ik snap er echt helemaal niks van. Hoe kunnen ze zoiets maken? Oh, ze gaat er doorheen komen of niet? Oh, ja, dat valt. Oh, nee, we moeten hier naar beneden. Ze gaan me sowieso te pakken hebben. Hoe dan? Ik was er, mensen. Wat is dit? Oh, ik ben hier gerespawnd. Geen idee waarom, maar blijkbaar had ik het een soort van goed genoeg gehaald. Waarom loopt ze ook zo eng? Echt alsof ze lag heeft of zo. Zo loopt ze. Moet ik daar ook naartoe? Kan ik hier niet gewoon... Nee, kan ik hier niet doorheen? Oké, fijn. Ik denk dat ik daar ook naartoe moet. Maar ze heeft de deur... Ja, die krijg ik niet open. Wat? Kan ik hier naartoe? Nee, dat denk ik niet. Die camera die draait niet mee. Dan misschien kunnen we deze slepen. Ja, die kunnen we slepen. Oké. Kunnen we die denk ik onder de deur neerzetten dat we bij de hendel kunnen komen? Kijk hoe zwaar dit wel is voor mijn poppetje. Hij staat echt te trekken voor zijn leven. Ik denk mensen, het is gewoon weer even tijd voor een ander hoedje. Voor mij heb ik er best veel, denk ik, al gemist. Maar dat maakt niet heel veel uit. We pakken even dit hoedje weer. Dit geeft mij nieuwe skills. Ik weet het. Soms moet je gewoon even een ander hoedje nemen. Ligt het daaraan? Kan er weer iets op mijn bakkes komen? Nee, oké, gelukkig niet. Yo, mensen, ik ben hier. Maar die docent die was hier ook net. Oeh, dit geeft me een beetje een sfeer als dat huis van de lady. Oeh, dat is ook niet al te best. Welke kant moet ik dan op? Ja, hier zit een sleutel. Oeh, die heb ik niet. Dus die zullen we waarschijnlijk eerst moeten verzamelen of zo. Wat is dit? Gaan we schaken? Nee, toch? Hier, die kan ik erop zetten. Hoppatee. Oh, en dan kunnen we hier bij de deur. Oh, wauw. Die had ik niet eens door. Oh, er staan hier echt schaakstukken. Huh? Is dat nou een echt kind of een... Is dat aan die pion vast? Eyo, wat? Hierboven staat een stuk. Sowieso dat we die moeten pakken en dat soort dingen. Ja, wat is dit? Hey, dat oog is erop getekend. Weer allemaal random schilderijen. Hey, en we hebben een witte pion. Oh,
Die kan ik er afhalen. Oh, laten we dat dan maar doen. Misschien dat we iets van een puzzel moeten oplossen nu. Maar zouden we die schaakmat moeten zetten of zo? Dat zou best wel goed kunnen. Kijk, we pakken deze ook even. Niet verkeerd. Nou, deze moet dan sowieso of op diegene waar ik hem net had neergezet of hierop. Deze moet hier niet. Oh, wacht. Misschien als we... Oh, ik heb hem al door. Als we deze even op die andere neerzetten, dan kunnen we op het kastje springen. En dan kunnen we daarbij. Hier, kijk, zo. En dan zo. Kijk, heerlijk. Oh, wacht. Ik zie het al. Nee, kijk, hier achter de doek. Hier hangt de opstelling die we moeten hebben. Ah, ja, ik zie hem. Nou, dan hebben we ze wel allemaal. En dan stonden ze bijna goed. Alleen deze die had op die andere gemoeten. Ja, maar dat is toch raar dat die op deze moet. Nou, het is wel zo. Dus dat is in ieder geval prima. Wat is er eigenlijk nu gebeurd? Kunnen deze rollen nu of zo? Nee, huh? Ja, wat is gebeurd? Wacht, misschien is het gewoon met die lamp. Dat had je in de DLC, zat je dat ook, dat de lamp een lever is. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ja, voor mij is dat ook zo. Ja, dat is ook nog zo. En daardoor gaan die kasten rollen. Oh, waarom zit er een hond die aan het poepen is? Eyo, wat? Dat is een beetje verdacht. Hier, dan kunnen we de sleutel pakken. Die stoppen we lekker in onze broekzak. En dan kunnen we nu door. Kunnen we nu naar die deur die net op slot zat? Dan hoeven we de hele andere kant niet eens op. Gaan we dat wel checken? Ja, ik denk dat we het wel gaan checken, toch? Het is zonde om er langs te lopen en iets te missen, bijvoorbeeld. Hier, is hier iets? Twee flesjes, een touw. Is hier ook een deur? Maar daar kunnen we niks mee doen, voor mij. Nee, we kunnen hier niks doen. Oké. Oh, er zit hier iets. Oh, weer zo'n raar poppetje. Vorige keer hadden we daar ook zo eentje van gevonden. Misschien is dat weer zoiets dat als je ze allemaal had gevonden, dat je dan een achievement krijgt. Vorige keer had je dat met die flesjes. Shout-out naar de persoon die dat had gezegd in de comments. Want ik vroeg me echt af wat die flesjes waren. Ik denk dat dit ook zoiets is. Nou, sleutel erin. Hier moet dan de teacher zijn, toch? Die ging deze kant op. Kan niet heel veel plekken zijn. Wat is de kantine of zo? Of de schoonmaakplek? In ieder geval hoor ik heel veel herrie. En daar heb ik geen zin in. Dus dit moet wel iets van de... Oh, hier ligt een... Ah, daar ligt een lichaam. Hé, hier is weer zo'n poppetje. Yo, gast. Het ziet er een beetje uit alsof mijn poppetje pijn heeft. Maar ik denk dat we dan hier niet naartoe moeten. Dit is dan iets extra's. Ik kan wel hierop klimmen, dus dat heeft vast ook wel nut. Ja, voor mij ook niet zo heel veel, toch? Oh, ik moet daarop komen. Ik zie het al. Dat is waar dat geluid ook vandaan komt. Hier, deze kar hebben we nodig. Kijk, en nu kunnen we omhoog klimmen. En dan kunnen we denk ik naar iets van de kantine of zo. Daar heb ik geen zin in, want dat betekent drukte. Hier, kijk, een pepermolen. Hierop, even lekker peper of zout, dat kan ook. Oh, daarboven staat zo'n leerling. Dat zijn nu allemaal leerlingen. Oh, ik denk dat ik die met die lepel moet pakken. Denk je niet? Die lepel ziet eruit als een goed wapen. We gaan dat even testen. Kan deze pollepel? Kan die hem doden? 3, 2, 1. Oh, zeker wel. Oh, en hij is ook wild. Kom maar, kom dan. Ik pak jullie allemaal. Hé, het zijn er nog zoveel meer. Wat? Wat was die move? Huh? Wat gebeurde daar? Komen er nog meer? Of kan ik hem weer leerleggen inmiddels? Oh, nu zit ik vast. Was dit het nou? Voor mij was dit het. Oh! Nee, dit was... Ik had hem moeten meenemen, denk ik. Wat? Nou, dit moet ik even opnieuw proberen, want dit ging toch niet zo heel goed. Laten we deze maar weer pakken. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Jullie gaan eraan. Jij ook nog. Kom maar. Hoppatee. En jij daarboven als laatste. Kijk. Oh, wacht. Ik heb al een idee. Ja, andere hoed. Andere hoed, mensen. Kijk eens. Ik ben nu één van de leerlingen. Ze kunnen mij niet onderscheiden. Nu gaan ze me er langs laten. Kijk wat een herrie ze maken. Ik dacht, dat zijn echt honderden leerlingen, maar het zijn er maar een paar. Oh, waarom wilde die gast tegen me aanlopen? Ik dacht al, wat gebeurt er? Hij kijkt ook zo eng. Waarom duwen ze mij? Yo. Oké, het zijn er toch nog wel iets meer. Maar wat een gekhuis, zeg mensen. Holy tandjes, dit zijn gewoon wilde wezens zijn dit. Wat een varkens. Ik snap wel dat die docenten helemaal gek worden en dat ze met een liniaal achter die kinderen aangaan. Ik snap het nu. En hier is het ook niet veel beter. Kijk, ze martelen elkaar gewoon. Wat een gekke. Ja, die ene die kijkt heel... Oh, er hangt er eentje boven. Ja, nee, tuurlijk. Die lamp gaat sowieso vallen. Oh, hij blijft hangen. Ja, wat ziek. Kijk wat ze ook allemaal doen met elkaar. Helemaal gek geworden. Oh, nee, mijn ding is gebroken. Oh, er zijn hier gelukkig geen leerlingen meer. Stilte, mensen. Eindelijk even. Oh, we moeten iets gaan gooien. Nou, op de knop. Ik zie het al. Wel, wat is hierboven? Oh, die is kapot in ieder geval. Oeps. Ja, er ligt daar een brein. Ijo, wat? Ik kan hier helemaal naar boven klimmen. Oh, nu ben ik bij het brein. Ijo, wat kan ik hiermee doen? Ik ga die gooien. Lekker voor je. Oh, we kunnen een haak naar beneden trekken. Oh, misschien dat die iets kan droppen. Wacht, wat doet die? Oh, wacht, het brein is gedropt. Ijo, ijo, nu we... Ijo, hij glibbert ook helemaal. Mensen, check dit. Oh, nasty. Nee. Ja, ik wil niet weten van wie die was. Ik denk niet van zo'n klein kind, want daar is hij te groot voor. Oh nee, gelijk alweer in de problemen. En zij heeft kikkers daar. Wat voor school is dit? Ik vind het niet heel nice dat zij kikkers in een pot bouwt. Waar gaat u naartoe, mevrouw? Gaat u die kant op? Dat is leuk, dan ga ik deze kant op. Wat ga je doen? Wat heb je nou te pakken? En is het ook maar één docent? Want het is elke keer dezelfde vrouw. Oh, ze gaat er vandoor. Als er één docent is voor al die leerlingen, dat is niet te doen. Oh, die deur die gaat dicht. Oh, hou hem tegen. Oh, dat heeft ze door. Dat heeft ze door.
Dat moest ik niet doen. Kijk, denk dat we weer safe zijn. Het iets te spannende muziekje is gestopt. Kan ik hier doorheen? Ja, ik kan hier wel doorheen. Oh, zij is daar. Ze is hier allemaal beesten aan het ontleden of zo. Misschien moet ze dat ook wel met die poppetjes. Oh, ze is boos. Waarom komt ze deze kant op? En ze gaat daar weer staan. Ja, luister, ik moet daar doorheen. Er ligt haar voet in dat ding. Ew, nasty. Maar goed, ik moet hierop. Dat kan nooit als jij daar staat, mevrouw. Dat is niet zo handig namelijk, want dan zie je mij en dan kom je achter me aan. En daar heb ik geen zin in. We hebben denk ik een nog groter probleem. Je kan er hier niet op springen. En nu is ze boos. Nee, ze staat er nog. Ja, dat is wel even een heel erg groot probleem. Want waar kan ik er anders op? Oh, daar. Hier, serieus hier. Moet ik dit hele stuk? Ja, maar ik kan toch nooit voor er langs lopen? Dat ziet ze toch? Dit ziet ze toch al? Oh, dat ziet ze niet. Hoezo ziet ze dat niet? Oh, ja, maar kijk wat ze... Oeh, ze kijkt letterlijk. Oh, nu niet. Nu moeten we snel... Ja, oh, dit was niet slim. Hoor, ziet ze me nou niet? Oh, ze ziet me niet, serieus? Nu moeten we springen. Go, go. Go er doorheen. Oh, oh, oh. Helemaal deze kast opklimmen. En dan zijn we nu weg, hoop ik, van de teacher. Maar ze is niet verslagen. Dus ik hoop... Ja, ik weet niet of we er moeten verslaan uiteindelijk. Waarschijnlijk wel. Ik heb daar alleen niet zo heel veel zin in. Want hoe gaan we haar nou weer verslaan? Oh, er komt iets. Oh my. Dat scheelde niet heel veel. Zo, hij ook een pak voor zijn kop. Hier. Kom jij ook maar. Wat? Ze deed er sprong niet. Oké, ik had er nog wel, gelukkig. Maar ze deed opeens er sprong niet. Oké, wie wil er met mij vechten, jongens? Ik ben nog niet... Oh, jij wil. Ja, ik zie het al. Komt er maar. Jij wil ook? Oké. Nog twee slachtoffers. We gaan door. Ik ben helemaal on fire. Wie wil er nog meer? Ja, daarachter staat er een. Ik zie jou echt wel. Oh, nee. Jij ook? Ik vraag me wel af waar Tim is, want... Ik heb hem helemaal niet meer gezien. Ze hebben hem meegenomen. Gaan we hem nu bevrijden? Dat zou wel fijn zijn, want het is zo saai. Oh, nou, weer een emmer. Goed dat ik die even niet gekopt heb. Oh, Tim, daar is hij. Pak aan, pak aan. Vervelende leerlingen, laat hem met rust. Yo, bevrij... Oh, dat moet pijn doen aan zijn voet. Oh, en dat moet pijn doen aan zijn alles. Oh, leef je nog? Yo, ben je... Ik roep ook echt zo, hey, en ik aai hem alsof dat zin heeft. Hij leeft nog wel. Ik weet wat hij mist. Hij mist ook een hoedje. Hij heeft een hoedje nodig. Kijk zijn kapsel, man. Zit helemaal voor zijn ogen. Kan die toch niet zien? Zo, maar kijk, we zijn wel echt goede vrienden. Kijk dan. Gaan we nu weer verder met z'n tweeën? Ja, we zijn er weer. Yo. Oké, dit is... Kijk hoe ze daar liggen allebei. Wat de heck? Dit is goed. Gaan we nu weg uit de school? Want heel eerlijk gezegd, mensen, vind ik het niet zo'n fijne plek. Kijk, zo, net aan het raampje even open. Oh, ja, we gaan eruit, of niet? Nee, of gaan we gewoon naar een zijgebouw door van de school? Oh, we zijn voor mij nog steeds in de school. Wacht, die docent die leeft nog, hè? Hier is de piano. Kan weer mooi muziekje spelen. Ik ben benieuwd, wat moeten we doen met die piano? Ja, ik heb weer een achievement. Dat kregen we bij de vorige Little Nightmares ook, als je op de piano speelde. Dus ik dacht, ik probeer het nu ook gewoon. Kan ik echt in mijn eentje een hele piano omhoog trekken? Ja, wat? Dat is wel vet. Maar wat heb ik eraan als die omhoog gaat? Leuk, die piano omhoog. Oh, ja. Ja, piano niet omhoog. Nee, precies. Waarom raak je hem zo aan? Ah, oh, we gaan hem verder laten zakken. Ja, ik snap hem. Oké, ik ga hier staan. Go. Springen. Spring. Ah, oh, het doet wat. Ja, kijk. We moeten tegelijkertijd. Daar gaan we. Is dat goed? Oeh. Nou, ik weet in ieder geval wel dat de school wat extra schade heeft. Hier, jij kan mij hier vast wel even helpen doorheen komen, hè? Ja, vast wel. Laat ik je wel weer achter, maar ik hoop voor je dat niet die leerlingen weer komen. Oh, daar is een leerling. Hoe ga ik hem pakken? Er ligt daar een buis. Wat doet hij met die sleutel? Gadver, hij zit die sleutel in de kikker te stoppen. Eeuw, dat is echt vies. En ik moet die sleutel zo meteen nog gebruiken. Oh, goed dat hij herrie maakt. Oeh, dat is top. Je bent echt een held, Tim. Kijk, nu ga ik hem sneaken en dan doe ik zo paks. Hoppakee, en we hebben de sleutel. Alleen moet je me wel even helpen met deze omhoog trekken. Want dat kan ik niet alleen, vrees ik. Met z'n tweeën gaat het net aan. Oké, go. We moeten door. Weg hier. Weg uit de school. Ik wil vrijheid. Ik wil niet meer naar school toe. Oh nee, hier is nog zo'n gekke leerling. Nu zijn we wel met z'n tweeën, dus misschien dat dat een voordeel heeft. Die guy gaat namelijk recht op hem af. Tim, waarom ga je recht op hem af? Ik hoor ook iemand heel mooi piano spelen nu. Zodat hij dus... Oh, hij pakt hem gewoon al. Ja, maar nu kan ik toch niet met de hamer slaan? Oh, hij heeft hem gewoon vermoord. Oké. Ik had geen hamer nodig. Dat is niet heel erg, dat ik geen hamer nodig had. We hebben nu hem gewoon, hij carryt ons. Geen dingen die om mijn hoofd kunnen vallen, dankjewel. Ja, er is zo'n geluid hier. Dat zit naar te doen. Oh, waarom stopt het pianogespeel? Oh, het gaat door. Oké, gelukkig. Kijk, voor mij als ik dit ding eraf duw, kan Tim hier op. Even kijken. Oh, bijna op hem. Ja, oké, dan kan hij hier doorheen, gelukkig. Tussen doorheen, hij kan erop klimmen. Nou, ik kan er niet in mijn eentje openmaken. Dus daar heb ik wel weer eventjes je hulp bij nodig. Dank u wel. Komen we nu bij de piano spelende mysterieuze persoon?
Oh, daar zijn we, ja. En het is de teacher. Natuurlijk is het de teacher. Ze is overal. Hey, hij duwt me eraf. Ik denk dat zolang zij piano speelt, wij herrie kunnen maken. Dus als ze even tussendoor zit te schrijven, dan moeten wij stil zijn. En dat poppetje blijft daar staan. Tim, die... Ik moet iets doen. Oh, er is daar een hendel. Ja, die moet ik sowieso overhalen. Dat... Ik weet niet waarom, maar dat is het enige wat hier is, letterlijk. Oh, ze stopt. Oeh, even schrijven. Ja, ik snap hem. En go. Nu kunnen we die hendel draaien, hoop ik. Even kijken. Ja, wat doet het? Oh, dat ding gaat naar beneden. Ah, en daar kunnen we oversteken. Oh, stil zijn. Hey, deze kunnen we meenemen. Zal ik deze gewoon meenemen? Ik weet eigenlijk niet wat we ermee kunnen. Oh, die heb ik nodig om er weer op te komen, natuurlijk. Zo. Oeh, ze stopt. Ja, want anders kom ik die kast niet op. Nee, logisch. Zou het dan makkelijk zijn om alleen maar een hendel over te halen? Oké, nu snel... Klimmen. Nee, niet omlaag klimmen. Omhoog klimmen, poppetje. Oh, ze gaat schrijven. Oh, ja. Noteer eventjes. En go. Go, go. Wat moeten wij doen? Oh, wij moeten daar doorheen. Ja, logisch. I got you, man. Oh, dat ding gaat omhoog. Oh. Oh, nee. Dat hoort ze. Ze komt. Wat? Ze... Nee, door hoofd. Door hoofd, serieus? Niet in de vent. Niet in de vent. Nee, toch? Oh, nee. Dit vind ik zo niet nice. Oh, go, 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 go. Bro, hoe is haar nek zo lang opeens? Hoe is hij zo lang? Grijp hem. Kom, trek me. Hé. Hey. Oh, dat scheelde echt niet heel veel. En we zijn uit de school. Nee, de nek komt nog steeds. Hoe kan ze die hele vent doorhouden? Hoezo past haar hoofd daar doorheen? Waarschijnlijk zit ze nu gewoon ondertussen nog lekker piano te spelen. Lekker met dat muziekje. Auwe, wat gek. Nou, mensen. Als je dacht dat je het zwaar had op school. Als je niet die docenten, valt het dus allemaal best wel mee. Ik wil weg hier. Snel wegrennen. We nemen Tim mee. Want deze plek is niet nice. Oh ja, we zitten nog steeds in de stad natuurlijk. We zijn helemaal niet ontsnapt. Ja, welke kant moeten we nou op dan? Ik kan hier niet naar de overkant, lijkt mij. Oh, dat kan ik wel. Maar wat is hier? Nou, we gaan gewoon naar de overkant. Ik denk niet dat het daar iets is. Het is echt zeik weer. Dat was het net nog niet, volgens mij. Oké, lopen. Go. Oh, ja, over het dunste plankje wat er is. Nee, dit is echt heel nice. Ja, wat? Hoezo kan dit? Wat is dit ook, ouwe? Waarom ligt daar één plank? Wie zou dat daar neergelegd hebben? Dat vraag ik me altijd af in dit soort situaties. Kijk, het druipt gewoon van de gebouwen af. Kijk, zouden we hier naar binnen kunnen? Hier, kunnen we hier gewoon naar binnen? Ah, nee, de camera beweegt niet mee. Oké, dat kan niet. Jammer, joh. Ligt hier ook een random outfit van iemand? Goeie. Oh. Hey, waarom... Kan je daarin? Ik wil even in de vuilnisbak. Misschien kunnen we schuilen. Dat zou ziek zijn. Ah, dat kan niet. Ah, maar we hebben wel deze nodig, denk ik. Ja, om er hier langs te gaan. Ah, we moeten hem zo duwen. Wauw, want dan kunnen we erop. Want dan zit de deksel erop. Ik snap hem. Kijk. Inmiddels zijn onze poppetjes al doorweekt. Dat kan letterlijk niet anders. Hier, kijk. Ik ga onder een regenstraal staan. Wat is hier? Een bootje. Yo, float to. Ja. Hé, hey, er is ook zo'n gast. Ik wil het bootje meenemen. Misschien kunnen we die ergens laten varen of zo. Dat zou ziek zijn. Ja, hier, kijk. Ja, bij dit ding. Hier, Pennywise. Kom, pak alsjeblieft mijn bootje. Nou, hij wil hem niet. Pennywise heeft geen zin in kleine poppetjes vandaag. Hé, hey, is dit Six zijn pakje? Yo, wat? Hé, hey, wat gaat hij doen? Huh? Hij pakt hem. Is dit Six? Of denkt hij gewoon, yo, dat is een leuke outfit? Ik bedoel, dat kan ook, hè? You never know when you need protection from the elements. True colors. Nee, dit moet wel gewoon Six zijn. Huh? Dit was Six altijd al? Yo, hier. Kijk hoe ziek dit is. Wauw, dat is wel... Alles komt samen. Nu snap ik het verhaal van Little Nightmares 1 en 2. Heel mensen. Dus Six is gewoon terug. Ze leeft nog. Ik bedoel, dat is wel even een alles komt samen moment, dit. Hier, kom maar. Ik maak de deur wel even voor je open, Six. Kijk eens. Dan kunnen we hier doorheen. En ik hoop dat we dan eventjes dit gehaald hebben. Gaat Six gewoon... de hele tijd met ons mee op avontuur. Want dat zou ik eigenlijk best wel leuk vinden. Oh, we zijn bij de nieuwe plek. Oh, wat is dit, mensen? Dit is het nieuwe gebouw waar we naartoe gaan. Ik weet niet wat het is en ik wil het ook niet weten, volgens mij. Schooled. Best days of a short, terrible life. Nou ja, als je die kleine minions daar moet geloven, dan was het wel verschrikkelijk, ja. Mensen, we zijn bij de nieuwe locatie aangekomen. Volgende keer gaan we weer verder. Maar vonden jullie deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal hier beneden en klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Doei!